Yes guys, Paul hier. Super tof dat je weer naar een gloednieuwe video kijkt. En in deze video ga ik je uitleggen hoe je 100k plus per jaar kan verdienen in euro of dollar als micro-influencer. In ieder geval hoe je 10k plus per maand kan verdienen als micro-influencer. Nou, influencer vind ik geen fijn woord, maar ik ben het in principe wel. Dus ja, zoals je weet ben ik actief op social media, op YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify. Overal ben ik organisch bezig en organisch bezig om mezelf te verbeteren. En vorig jaar heb ik meer dan een ton kunnen draaien met mijn coaching business. En ik ga je vandaag precies uitleggen hoe je dat kan doen, zelfs al heb je een kleine following, oké? Oké? Nou, dus je wilt uiteindelijk 10k plus per maand zijn, verdienen en vrij zijn. Dus locatievrijheid, tijdsvrijheid en locatieonafhankelijkheid. Dit businessmodel helpt je hiermee. En ik heb niet eens een cursus die ik hiervoor verkoop. Dit is gewoon een gratis value die ik je alleen maar geef vandaag. Net zoals dat ik altijd superveel gratis value voor je weggeef. Nou, het geeft je dus complete vrijheid om te doen wat je maar wilt, met wie je maar wilt en waar je maar wilt. Er is ook geen plafond aan je inkomen, dus je kan ook 100k per maand draaien bijvoorbeeld als influencer. Daar zit ik zelf nog niet, maar dat is wel iets waar ik ga komen in de komende periode. En ja, behalve je eigen beperkte limiting beliefs kan je zo ver gaan als je wil. En je kan je dag dus doorkomen door te betaald worden voor wie je bent. Door gewoon puur jezelf te laten zien. Oké? Nou, wat is uiteindelijk een micro-personal brand? In kort is het betaald worden om jezelf te zijn. Het is een following van 5000 tot 50k. En ik zit daar wel aan, zeg maar net over die 5k range pas. Moet je nagaan als ik richting die 50k following zit. Wat voor bizarre bedragen je dan kan halen als je goed systeem erachter hebt staan. Oké, die volgen dus je businessmodel of je levensfilosofie. Nou, mijn businessmodel is dus verkopen op Bol en Shopify dropshipping. In het kort gewoon e-com. En ik geef superveel gratis waarde weg. Dit is denk ik alweer bijna richting mijn 200ste video aan gratis waarde. En ik heb één betaald product voor mijn doelgroep. En dat is 1-op-1 coaching. En dat doe ik de afgelopen 3 jaar al. En mocht je daar interesse in hebben, onderaan deze link kan je altijd een call inplannen. En dan kan je met mij spreken of iemand van mijn team om te kijken of wij een juiste fit zijn. En heel veel geld ligt er uiteindelijk voor het oprapen, want iedereen wil uiteindelijk 10k per maand verdienen. En maak dus een offer waarmee je dat kan doen. Ik heb dus bijvoorbeeld een offer als je daarmee start. Verdien je 10k per maand in 180 dagen of minder met e-commerce. En haal je dat niet, dan werk je net zo lang met je door totdat je dat wel haalt. Oké? Normaal gesproken is dit heel niche gerelateerd. En hoe groter je doelgroep, hoe minder je op de niche hoeft in te gaan. Ja, mijn doelgroep is nog redelijk klein, dus ik ga nog redelijk niche down op verkopen op Bol, Shopify dropshipping, etc. Dat zal ik ook niet de rest van mijn leven blijven doen. Omdat, ja, dit doe ik namelijk nu al 3 jaar. En ja, ik heb nog wel bepaalde doelen die ik wil behalen, online zeker en om te groeien. Maar op een gegeven moment ga ik natuurlijk ook andere dingen doen. Dit is ook geen get rich quick scheme. En dat is hetzelfde voor de coaching die je verkoopt, dat moet het ook niet zijn. En personal branding is een long term game, net als e-com. Het is niet even doen en veel geld pakken. Het is het bouwen van je online publiek over tijd en je reputatie over de tijd heen. En het maken van producten die mensen echt daadwerkelijk verder helpen. Bijvoorbeeld met mijn product weet je dat je een oplossing hebt. Wanneer je dit bouwt met integriteit, kan je dit verder pushen dan 100k plus per jaar. Dat is ook een van mijn doelen dit jaar, 2024, om ja, eigenlijk 3 ton plus te draaien met mijn coaching business. Okay? Stap 1, veranderen van je eigen leven. Iets dat je plezier bent. Om waarde te geven aan anderen, moet je eerst iets van waarde toevoegen aan je eigen leven. Ik kan jou dit alleen leren omdat ik ook een micro personal brand heb en 100k plus per jaar mee verdien. Daar komt het op neer. Ik kan je ook alleen verkopen op Bol leren hoe je dat naar 10 tot 100k per maand draait. Dat is wat ik weet, dat is wat ik heb gedaan. Hetzelfde voor Shopify. Okay? Nou, het geven van een systeem om een geweldig leven te hebben. Mijn systeem is dus, hey, als je verkoopt op Bol of eigen website, dan kan je dus voor jezelf werken, hoef je niet voor een baas te werken, kan je dus reizen, et cetera. Heel veel unieke USP's. Stap 2, plaats je lessen in de systemen en cursus/mentorship. Dus pak uiteindelijk wat jouw leven heeft veranderd en stop dat in de cursus, een videocursus. Ik heb nog nooit een videocursus los verkocht. En puur reden waarom ik dat doe, omdat ik echt van die value hou met mensen 1-op-1 werken en hun verder te helpen. Kan ook zeker in een videocursus, maar mijn persoonlijke aanpak is dus om echt mijn 1-op-1 coaching te verkopen, oké? Okay? Plus videocursus natuurlijk. Het zijn dus bepaalde dingen die je doet, stop je daarin. Bepaalde dingen die je niet doet. En jouw systeem voor x resultaat, dus voor 10k per maand. Hoe je de wereld bekijkt, je mindset. En dit is waar je doelgroep je voor kent en waar ze je voor volgen. En het moet ook een productieve focus hebben omtrent business of persoonlijke ontwikkeling. Dat is heel belangrijk om dat toe te gaan passen. Oké, okay. Het maken van content / documented journey. Nou, dat is iets waar ik zelf ook nog af en toe mee struggle, als eerlijk gezegd. Output over perfectie. Dit zijn gewoon allemaal wantekens die ik heb
geüpload afgelopen jaar. Ik zet gewoon de camera aan en ik maak een presentatie, ik bereid me voor een onderwerp en ik begin gewoon met praten. Deze video's die maak ik niet 10 keer opnieuw en mensen zullen misschien zeggen dat ik er weinig tijd in stop, maar het gaat me puur om de value en ik hoop dat jij die daar ook in ziet. Nou, ik zal je het systeem geven dat ik zelf elke dag toepas. Ik doe elke dag shorts op YouTube, Instagram en TikTok en elke dag post op Facebook en LinkedIn, die twee platformen. Ik doe 1 podcast per week, die zet ik online, dus via Spotify. En minimaal 1 YouTube-video per week. Nu zelfs eigenlijk 2 tot 3, omdat ik het echt aan het pushen ben dit jaar. En kijk naar je concurrenten in dezelfde niche en kopieer uiteindelijk wat zij doen en verbeter. En van quotes kan je content maken van je boeken, maar je kan ook de resultaten laten zien. Dat is iets wat ik veel doe. Resultaten van mijn studenten, maar ook van mijzelf laten zien. Van, hey. En de lifestyle die ik laat zien. Bijvoorbeeld over 2 weken zit ik in Bali. Waarschijnlijk als je deze video kijkt, dan zit ik er nog steeds. Maar momenteel, wanneer ik hem opneem, niet. En dan ga ik iets meer mijn lifestyle laten zien op socials. Niemand geeft uiteindelijk een fuck om wat je doet. En als je meer haters hebt, verdien je uiteindelijk ook meer geld. Haters zijn gewoon puur een reflectie van hun eigen probleem die ze hebben. Oké, bedenken van content ideeën. Ga in een niche, ga ook niet super breed. Nou, wat ik dus heb gepakt, Shopify, dropshipping, verkoop, Bol. Wel heel belangrijk dat je het hebt gedaan en dat je ermee resultaat bij hebt behaald. Oké, anders gaat het niet werken. Pak 1 onderwerp en ga er super dieper op in. Het kan dus product research zijn, kan Facebook ads, maar kan ook store bouwen zijn. Laat je eigen journey zien en geef uiteindelijk les hierin. Daar komt het op neer. Nou, stap 5 moet je uiteindelijk sales maken en support. Appointment setters, ik raad eraan om een 3 te nemen op commissiebasis. Eentje voor op LinkedIn, eentje voor op Facebook en eentje voor op Instagram. En kijk welke van deze 3 platformen jou de beste leads geeft, de beste calls en de meeste omzet ook. Nou, huur ook 1 closer in die voor jou de sales calls doet. En ga uit van 10 plus calls per week die je gaat plannen. Dus 10 plus afspraken, kennismakingsgesprekken, hoe je het ook wil noemen. Daarom wil je dus 3 sales per week gaan halen van een high ticket product van 2000 tot 5000 euro. 12 klanten van minimaal 2000 euro in een maand, bijvoorbeeld al, is al 24.000 euro per maand. Je hebt super hoge profit margin, want 10% is voor de setters en 10% is voor de closers. 80% is voor jezelf en doe delivery in het begin sowieso zelf. Dat is nog steeds iets wat ik doe na een aantal jaar, gewoon zelf nog steeds coaching geven, want mensen investeren in jou. En ze investeren niet om iemand die jij inhuurt voor 30 euro per uur, oké? Ik wil je enorm bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je superveel waarde hebt gehaald in deze video. Ik wil dat je liked en abonneert voor meer. En ik check je weer in de volgende video. Ciao, ciao.